In 1914 zette de architect Van der Valk hier een kloostertje neer. En hier is in de Dr. Ahoustraat in Tilburg. En in dat kloostertje kwam een opleiding voor seminaristen. Ja, dat ging eigenlijk niet zo heel erg goed. Het waren de vaders van Mill Hill. Het was een Engelse orde. Later zijn ze naar Goorlen gegaan met de HAVO-VWO-opleiding. En toen kwam nog steeds hier, waar ik op dit moment sta, kwam er een opleiding voor horeca, voor toerisme. En ik denk dat er eerst handel kwam. En we zijn hier vandaag te gast omdat een zeer speciale kok afscheid neemt. En hij was bij het allereerste begin, toen hier dat kloostertje omgebouwd werd tot een volledige opleiding van de rooipannen. Aad van der Plas neemt afscheid. We hebben veel aan hem te danken. Hij heeft kookprogramma's voor ons gemaakt. En hij maakt er misschien nog wel eentje extra voor al onze kijkers. Maar we vinden het leuk dat we bij zijn afscheid zijn. Een speciale dag. Ik kijk eventjes terug toen u hier kwam. Toen was het een kloostertje nog. Ja, toen wij hier kwamen, toen zat de fratenportier, ik weet niet of dit zo heette, maar die zat heerlijk in het zonnetje. En die deed voor ons de deur open. En dit was natuurlijk de kapel. Die stonden de bidstoeltjes allemaal in en het altaar. En er was hier Mill Hill gevestigd. En dat was natuurlijk ook onderwijsgedeelte. En bij ons werd toen de vraag gesteld door onze directeur. Meneer Van der Plas, wat vindt u ervan? Is dit een entourage om een hotelschool te beginnen? Ja, en als horecaman ben je helemaal gek als je dit natuurlijk ziet. Was super. We hebben alle stoeltjes weggedaan. We hebben het altaar weggebroken met een hoop leerlingen. Die vonden dat prachtig allemaal te doen. En het eerste wat we gedaan hebben is het gebouw nat gemaakt. Dat had ik mijn leerlingen ook beloofd. Want die hadden natuurlijk al een half jaar les gekregen in een gebouw zonder iets wat op horeca leek. En toen hadden we gezegd, als we een eigen gebouw hebben, dan gaan we het nat maken. Dus toen hebben we de kratten bier binnengehaald. Ja, we hebben dat niet echt op een nette manier, maar het kon niet anders. En we waren natuurlijk ook al bijna 40 jaar jonger, dus we stapten daar met grote voeten in, maar het was super en het gebouw is alleen maar mooier geworden voor ons. En toch blijft u het nog de sacristie noemen waar je kunt gaan eten. Ja, klopt. We hebben, de sacristie is natuurlijk, ja, die ruimte, daar is ons allereerste restaurantje. Ik zeg, met de leerling tot 10 uur moesten we verven. En dan gingen we aan het eten koken en om 12 uur kwamen de eerste gasten. Dat was natuurlijk wel heel, nou niet amateuristisch, maar wel heel kleinschalig. Kijk wat we nu hebben. En wij hebben wel al die ruimtes geprobeerd ook de naam te geven die past bij het klooster. De biechtstoel ook, vind ik ook zo leuk. Prima, ja. En die, we hadden die hier ook natuurlijk, echte biechtstoel. Ook boven nog, echte biechtstoel. Ja, die mensen zijn vertrokken. En wij hebben de biechtstoelen geprobeerd om te bouwen tot een decoratie in een bepaalde ruimte en zo. En op die manier houden we een beetje het karakter van het klooster ook een beetje aan. Nu hebt u bijna 40 jaar leerlingen begeleid om kok te worden of in ieder geval liefhebberij in de horeca te krijgen. U bent in uw nopjes, want dat zit in uw stropdas. Ja. Was dat speciaal? Nou, die stropdas heb ik met name aangedaan omdat ik altijd bij diploma-uitreikingen mag. Ik ben ceremoniemeester en dan heb ik mijn blazer en zo'n stropdas aan. En mijn echtgenote zei, doe dat maar aan, anders weten ze niet wie je bent. Dus vandaar. Maar hoe gaat het verder met u? Want het is vandaag een speciale dag om afscheid te nemen van zo'n lange onderwijscarrière. Ook waar je veel dingen opgezet hebt met jonge leerlingen, maar ook hier in Tilburg. Dus heel belangrijk zijn de rooipannen in Tilburg geworden. Ja, we zijn natuurlijk met niets begonnen. En we hebben met die leerlingen hebben we natuurlijk een super opleidingsinstituut kunnen creëren. En het aardige vind ik dat onze leerlingen, ja, nu bijna al 40 jaar achter elkaar, die studeren af en die maken onze naam waar. En dan is het natuurlijk voor onderwijsgevenden prachtig. En er zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden. Je moet ze natuurlijk wel zien, je moet ze wel plukken. Maar wij hebben natuurlijk wel het idee dat de Rooie Pannen is natuurlijk een gevestigde naam. Nogmaals, ze hebben die leerling ook voor gezorgd. En het is natuurlijk heerlijk om dat product ook uit te dragen. En als wij iets in Tilburg of omgeving kunnen betekenen, dan doen we dat graag. U bent van één kookgilde of het kookgilde? Ik ben van het Sint-Laurentius kookgilde. Daar zijn we namelijk voor hier gekomen. Maar ik ken Aad van der Plas ook heel goed van onze kookclub. Het is zelfs zo, onze kookclub die is genoemd naar Aad van der Plas. Ik ben lid van Kokkerie Daart, heet dat bij ons. Al meer als, bijna 30 jaar. En u hebt veel geleerd van hem? Ik heb van Aad van der Plas heel veel geleerd op het gebied van koken, ja. Ik heb het mes
leren hanteren. En ik heb geleerd aan een aardappel te schillen. En nu kan ik nog veel meer breidingen maken. Allemaal van hem geleerd. En doen jullie vandaag met het gilde nog iets? Wij gaan dadelijk in de kappa, zoals wij dat noemen, gaan wij dus Aad feliciteren met zijn bereikte mijlpaal. En dan, officieels gebeurt er niks meer, nee. Maar wel iets van eten en drinken, denk ik. Uiteraard, maar dat vandaag ook nog gebeurt, dat weet ik natuurlijk niet. Maar zo te zien ziet het er hier wel leuk uit, ja. Ik denk hier wel iets te eten en te drinken is. Ik verwacht het wel, ja. Geniet er ook van. Dankjewel. De rode pannen heeft natuurlijk helemaal uitgepakt bij het afscheid van Aad van der Plas. De prachtige kok die daar zoveel jaar gewerkt en heeft zijn werk doorgegeven. Niet alleen aan de leerlingen, maar ook aan andere collega's. Nou, ik moet zeggen, het was helemaal super hier op het afscheid van Aad van der Plas. Nou, leerlingen en alle mensen die hiermee bezig zijn geweest, dankjewel. En ook Aad, succes op jouw toekomst. Want jij hebt nog heel veel in je mars. Smakelijk. Die vind ik ook wel. Heerlijk. Ja, dan zijn we toch ineens hier in een klein zaaltje een beetje aan het voorbereiden. Het zit allemaal wel snor, dacht ik. Wij doen goed ons best. Ja, wij doen goed ons best. Wie bent u? Wie bent u? Ik ben een van de dames van de Singing Pearls. En Jeannette zingt ook met het koor mee. Normaal, vandaag waarschijnlijk niet. En we gaan een afscheidsliedje zingen voor Aad. U bent allemaal oud-leerlingen van Aad? Nee, wij zijn allemaal geen oud-leerlingen. Er is één collega, ex-collega wel. Maar wij zitten in hetzelfde koor als waar Jeannette zingt. En we hebben een keer een lied gezongen wat helemaal fout is gegaan. We hebben Aad 's avonds wakker gemaakt en dat ging helemaal fout. Fout. Dus daar gaan we vandaag op herkansen. Heel goed. Jullie geloven dat niet, maar eind van het schooljaar hebben het onderwijs mensen gewoon druk. Bedrijfsleven deed er iets anders over, maar het is echt hectisch. Dus ik vond het heel fijn dat ik dat gewoon kon meemaken en het nieuwe schooljaar. Mijn lesgevingstaak, nou ja, dat was natuurlijk geregeld, maar zeker mijn PR-taken heb kunnen overdragen. Ik zou het volgende willen voorstellen, als u het niet erg vindt, drie plekken in het glas. Op. Er wordt ook best voor u gezorgd, maar de gasten die je vanavond bij het diner zijn, als ik die mag uitnodigen. En volgens mij gaan we naar de sacristie, dat is het restaurant hierachter. En dan hoop ik dat we op deze manier mijn afscheid op een hele fijne manier kunnen afsluiten. Ik hoop u natuurlijk allemaal nog op een of andere manier te zien. En ik vind het fijn dat u tijd kon maken om hier bij ons te zijn. Goede reis terug en dank u wel.